Het milieu is een zaak van iedereen. En dus wil ook Infrabel haar milieu-impact zoveel mogelijk beperken. Maar hoe zorg je ervoor dat milieuzorg een reflex wordt bij elke medewerker? Dat vraagt om een structurele aanpak. Binnen Infrabel doen we al een aantal jaar inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te gaan verlagen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan projecten voor hernieuwbare energie. Maar daarnaast zijn er ook de inspanningen die we de laatste jaren invoeren om het milieubewustzijn in onze LCI's en de werkplaatsen te verhogen. En daar draagt het certificaat ISO 14001 aan toe. En dat milieucertificaat werd in januari uitgereikt aan de LCI's van Denderleeuw en Aans. De ISO 14001-norm is een internationaal erkende norm die ons toelaat onze impact op het milieu te meten en ons toelaat maatregelen te treffen om de impact te verbeteren. Het certificaat is vooral een erkenning voor de inspanningen van ons personeel, waarbij dat ze milieubewustzijn in hun dagelijkse activiteiten integreren. Anderzijds toont het ook aan de buitenwereld dat Infrabel wel degelijk inspanningen levert om zorg te dragen voor het milieu. In het kader van het certificatieproces moest in beide LCI's eerst de milieuvergunning volledig in orde worden gebracht. Maar daar stopte het werk niet. Nous avons mis en place un système de tri, un parc à conteneurs décentralisé, ce qui permet aux brigades qui vont travailler à l'extérieur du site de ramener les déchets, de les trier et ainsi de pouvoir les éliminer de la meilleure manière possible. Dankzij die container- en afvalparken worden afgedankte materialen nu veel beter gesorteerd en gerecycleerd. Maar dat is lang nog niet alles. En anderzijds hebben we aandacht besteed aan de opslag van onze gevaarlijke producten, die vroeger kriskras door elkaar opgeslagen werden en die nu mooi geordend opgeslagen worden en ook naar milieu toe op een juiste manier opgeslagen worden. In Aans gingen ze zelfs nog een stapje verder. Nous avons installé des panneaux solaires sur le site. C'est en effet aussi une manière de gérer les économies d'énergie ou en tout cas de diminuer notre impact environnemental. Et nous avons utilisé maintenant de l'eau de pluie pour les sanitaires, donc les WC, naturellement pas pour les douches. Nous utilisons également l'eau de pluie pour nettoyer les véhicules. Donc gestion d'énergie, diminution des consommations. Het milieucertificaat is uiteraard de verdienste van de dagelijkse inspanningen van het personeel. Het is niet evident de gewoontes die er hangbaar zijn bij ons personeel om te buigen. Maar via opleiding hebben we geprobeerd het beste van te maken. Ze ook bijstaan in hun dagelijkse handelingen. Dat is een steuntje om te komen tot een goed resultaat. Denderleeuw en Aans mochten misschien de spits afbijten. In de loop van 2014 zal het certificatieproces voor alle LCI's in ons land worden ingevoerd. Want zoals eerder al gezegd, het milieu is een zaak van iedereen.